Dag allemaal. Het is Vaderdag vandaag. En aangezien dat we omwille van de coronacrisis nog steeds niet op reis kunnen, heb ik besloten jullie mee te nemen naar Afrika. Met het verhaal van de zoon die zijn vader spaarde. Lang. Lang geleden. Maar nu ook weer niet zo lang geleden, was er eens een jonge koning. Hij had het rijke erf van zijn vader die veel te vroeg gestorven was. De oude koning was een geliefde vorst. En zoals de traditie het wou, liet hij zich altijd bijstaan door de raad van ouderen telkens hij een belangrijke beslissing moest nemen. Dat was een club van ineengekrompen oude mannen die met zwakke stem heel wijze woorden spraken. Er waren mensen die beweerden dat ze zelfs ouder waren dan de wereld zelf. Anderen zeiden dan weer dat ze zoveel wijsheid hadden, meer dan er in de sterren geschreven stond. De oude koning was een goede en wijze man. De nieuwe koning was ambitieus en eerzuchtig. Hij begreep niet waarom hij altijd rekening moest houden met die club van tandeloze rammelaars die maar altijd maar diep nadachten. Het zou toch veel gemakkelijker zijn als hij zelf alle beslissingen nam. Er zijn van die mensen die zich hun oog uitkrabben gewoon omdat het jeukt. Op een dag riep hij de zonen bij zich van die oude mannen. En? Wat hebben die bejaarden dat jullie niet hebben? Hoe lang gaan jullie nog werkloos toekijken terwijl jullie vaders de lakens afdelen? Jullie kunnen het heft zelf in handen nemen en alle belangrijke posten in dit land bekleden. Ga naar huis. En dood jullie vaders. Het wordt tijd dat jullie laten zien wat jullie waard zijn. Eén voor één dood ze hun vader. Behalve één, Kamara. Zijn vader smeekt hem te laten leven en zei: ik kan je misschien nog wel van nut zijn. En toen sprak de vader van Kamara de volgende wijze. Je beseft pas hoe belangrijk jouw kont is als er een steenpuist op staat. En Kamara die had al wel eens een steenpuist op zijn kont gehad, dus hij was meteen overtuigd. Hij liet zijn vader leven en verstopte hem in een hutje in een veld ver buiten de stad. De koning hield woord en de jonge mannen kregen allemaal belangrijke regeringsposten. En voor een tijdje ging alles heel goed. Tot de koning besefte dat die jongelui zich nog meer moeide dan hun oude vaders. Het werd tijd zich ook van hen te ontdoen. Op een ochtend riepen ze allemaal bij hem en hij sprak over zijn plannen om, zoals het elke grote koning betaamt, zijn paleis uit te breiden met een nieuwe vleugel. Ze moesten de volgende ochtend al beginnen, maar het gebouw moest zich onderscheiden van alle andere. Het moest van boven naar beneden gebouwd worden. Te beginnen met de nok. En degene die weigerde mee te doen, met hun staart tussen de benen, gingen ze naar huis. En toen het donker was, ging Kamara stiekem naar zijn vader op het veld en vertelde hem alles. Zijn vader glimlachte en sprak de volgende wijze woorden. Wat een oudere zittend ziet, ziet een jongere zelfs staand niet. En hij gaf zijn zoon wijze raad voor de volgende dag. De volgende ochtend stonden ze allemaal voor de koning. Met slappe knieën en diarreebuiken.
behalve Camara. Hij trad naar voren en hij zei: Sire, wij zijn bereid het werk uit te voeren zoals jij het wil. Maar, zoals de traditie het voorschrijft, moet de koning de eerste steen leggen. De koning was verbaasd. Waar heb jij die wijsheid vandaan? En Camara vertelde hem alles, dat hij zijn vader had gespaard en dat hij hem die wijze woorden had gegeven. De koning was onder de indruk en hij liet Camara's vader halen en benoemde hem meteen tot grootvizier van het koninkrijk. Van de uitbreiding van het paleis kwam niks in huis. Maar boven de ingangspoort van het paleis hangt nu een nieuwe spreuk. Wat een oudere zittend ziet, dat ziet een jongere zelfs staand niet.